Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. In deze video ga ik jullie alles vertellen over mijn opleiding, want ik krijg er altijd super veel vragen over. En in deze video ga ik jullie dus alles vertellen. Als eerst wil ik eventjes een paar dingetjes zeggen, want ik had namelijk op Instagram een oproepje geplaatst van: hebben jullie vragen over mijn opleiding? En dat waren er zoveel. Dat was echt niet normaal, echt meer dan 100 vragen. En ik had gewoon verwacht een aantal vragen. En er waren ook nog heel veel verschillende vragen. Dus wat ik daarmee ga doen, ik ga daar nog een aparte video over maken. Dus dit wordt een algemene video over mijn opleiding. Met gewoon de algemene dingen. Hoe het bij mij gaat. Zonder echt mijn mening op persoonlijke vragen te beantwoorden. Op die manier. En er komt dus ook nog een video waar ik al jullie vragen beantwoord over waarom ik het heb gekozen, wat ik het leukste vak vind, tips en allemaal dat soort dingen. Maar ik wilde deze video gewoon algemeen houden. Dus die kunnen jullie zeker nog verwachten. Dus stel dat je nu nog denkt van: ik heb nog vragen na deze video, laat dat dan zeker achter in de comments. Want ik moet die video namelijk nog gaan opnemen. Dus dan kan ik die vragen daarin meenemen. Ik ga jullie dus nu alles vertellen over mijn opleiding. Ik doe namelijk de PABO. En met de PABO kan je dus docent worden op de basisschool. Deze opleiding duurt 4 jaar. Ik doe namelijk de PABO in Leiden. En ik ga jullie daarom dus ook vertellen hoe het bij mij gaat. Het kan zijn dat het op een andere PABO iets anders gaat. Of dat het ongeveer hetzelfde is. Maar zo gaat het bij mij. Denk niet dat het op elke PABO zo is. En daarom is het ook belangrijk dat je gaat kijken welke PABO jij leuk vindt. En ik vond die in Leiden het allerleukste. Dus dan weten jullie dat het over de PABO gaat in Leiden. Als eerst wilde ik echt al mijn hele leven docent worden. En wist ik echt 100% zeker dat ik deze opleiding wilde doen. Wat bijzonder is aan deze opleiding is dat je 4 trajecten kan volgen. Traject 1 is oplis. Dat is opleiden in de school. Traject 2 is sportklas. Traject 3 is kunstklas. En traject 4 is wereldklas. Opleiden in de school betekent dat je 2 dagen stage loopt in de week. En dan krijg je €100 stagevergoeding voor. Als ik het goed zeg. Volgens mij is het €100. En dan loop je op dinsdag en donderdag stage. Sportklas ga je dus sportgerelateerde dingen doen. En dingen over voeding. Ik kan jullie daar helaas niet zoveel over vertellen. Omdat ik dat traject niet volg. En de wereldklas kan ik jullie helaas ook niet zoveel over vertellen. Er staat informatie op de website, maar ik volg het traject niet. Dus dat is heel erg lastig. Maar bijvoorbeeld een project waar ze nu mee bezig zijn is bijvoorbeeld duurzaamheid. En ik volg dus zelf kunstklas, het kunsttraject. Kunst past gewoon het allerbest bij mij en daarom heb ik dat ook gekozen. En wat je daar dus doet, zijn dus activiteiten en kunstgerelateerde dingen die je ook eigenlijk als juffrouw kan gebruiken later. Je hebt inderdaad ook muziek en zingen en bla bla, maar je hebt ook echt creatieve opdrachten die worden gecombineerd met bijvoorbeeld geschiedenis of taal. En doordat je al die dingen meekrijgt en dat zelf oefent, kan je dat later ook gebruiken. Dat is eigenlijk echt super handig. Want het is gewoon heel erg belangrijk dat een kind gewoon een beetje creatief gestimuleerd wordt, vind ik. Dus daarom heb ik dat gekozen. Wat er ook zo belangrijk aan die klassen is, aan die trajecten, is daarin wordt ook je klas ingedeeld. Dus er zijn bijvoorbeeld 2 kunstklassen. Nou, ik zit in kunstklas 1C. Je volgt dus ook met jouw kunstklas alle vakken. Dus je hebt dezelfde lessen. Je zit elke keer bij elkaar in de klas. En je ziet eigenlijk de andere mensen van de PABO niet. Behalve de andere kunstklas. Want daar heb je samen een kunstklasdag mee. Maar voor de rest rekenen, taal en allemaal dat soort dingen. Dat volg je gewoon met je eigen klas. En ik ben begonnen met 24 kinderen in mijn klas. Dat zijn, of 21, ik weet niet eens meer. Dat zijn er inmiddels al 14 geworden. Heel erg weinig. Maar je volgt dus ook echt die vakken alleen met die klas. Dus je moet het maar net geluk hebben dat je een leuke klas hebt. Dat heb ik gelukkig heel erg. Dus daar ben ik echt super tevreden over. Op dinsdag heb je dus ook een trajectdag. Dat heet trajectdag. Trajectkunst heet dat. En daar doe je dus de hele dag dingen die te maken hebben met kunst. En als je die dingen wil zien, moet je zeker vooral mijn vlogs kijken. Want ik vertel er altijd super veel over. En ik laat altijd heel veel dingen zien. En de sportklas heeft dus dat sporten op dinsdag. Opleiden in de school heeft dan die dag stage. En de wereldklas heeft dan gewoon hun wereldklas traject. Ik weet niet precies wat ze daar allemaal doen. We moesten laatst bijvoorbeeld een tentoonstelling creëren voor kinderen. En het is allemaal heel erg leuk. Ook dingen met muziek.
En volgens mij de volgende periode gaan we dingen doen met film. Dus dat vind ik heel erg leuk natuurlijk. Dus dat is een beetje wat het kunsttraject inhoudt. En je krijgt er aan het einde van je opleiding ook gewoon een certificaat voor dat je al deze kunsttrajecten hebt gevolgd. Dus dat is super nice. Hebben wij ook nog extra, omdat we kunst hebben, ook koor. Dus koor is met zingen en zo. Dus dan oefenen we allemaal leuke liedjes. Dat vind ik zelf iets minder, want ik heb er gewoon niet zo heel veel aan. Maar het hoort er nou eenmaal bij en het is maar een uurtje in de week. Voor de rest heb ik gewoon alle algemene vakken. Maar wat dus een beetje anders is, het is niet dat je geschiedenis, aardrijkskunde, natuur allemaal in één periode hebt. Dus in periode 1, want het schooljaar is verdeeld in 4 periodes. In periode 1 had ik bijvoorbeeld een taal- en een rekentoets. En nu heb ik bijvoorbeeld een geschiedenistoets en een natuurtoets. Dus zo heb je niet alle vakken in één periode, maar wordt dat een beetje verspreid. Dus dat betekent ook dat je niet in één keer alle vakken moet weten. Want sommige mensen hebben nog geen geschiedenis of aardrijkskunde zo goed gehad. Dus dan kan je dat nog een beetje verdelen. Ik heb bijvoorbeeld nu nog geen aardrijkskundige toets gehad. En dat komt dan bijvoorbeeld in de volgende periode. Is dat eigenlijk een beetje wat ik over de vakken kan vertellen. Voor de rest, ja, hoeveel uur je in de week krijgt verschilt heel erg. Maar het is wel dat je bij elk vak ook spelletjes krijgt die je bijvoorbeeld in je stage kan toepassen. Maar ook informatie voor over de toetsen, hoe je dat moet voorbereiden. En dus ook leuke energizers wat je met de kinderen kan doen. En dat is super handig om dat bijvoorbeeld allemaal op te schrijven. Dan wilde ik jullie ook nog wat vertellen over de toelatingseisen. Want de PABO heeft best wel strenge toelatingseisen. Je kan je gewoon voor 1 mei inschrijven. Je moet een aantal toetsen doen voordat je mag binnenstromen op de PABO. Je hebt namelijk een natuur- en techniektoets, een geschiedenistoets en een aardrijkskundetoets. Stel dat je deze 3 vakken al op de HAVO in je examenjaar hebt afgerond, dan hoef je niet die toets te maken. Maar stel dat je er eentje niet hebt gedaan, bijvoorbeeld geschiedenis, dan moet je dus die nog gaan doen als toets. En als je die toets niet haalt, je hebt wel een herkansing, dan kan je helaas niet beginnen aan de PABO. Ik had bijvoorbeeld de natuurtoets, want ik had geen natuur of techniek, heb ik niet gehad op de HAVO. Dus die toets moest ik nog maken en de eerste keer lukte het me niet en bij de herkansing heb ik hem gelukkig gehaald. Dus dat is dus als je van HAVO komt. Volgens mij als je VWO hebt gedaan, hoef je helemaal geen toelatingstoetsen te doen. En van het MBO moet je ze helaas alle 3 doen. Maar omdat dat verschil gewoon heel erg groot is. Dus daarom moet je alle 3 die toelatingstoetsen doen. Het is niet onmogelijk om te halen. Je moet gewoon even leren. Er staat ook gewoon op de site heel veel informatie over hoe je die toetsen kan leren en wat belangrijk is. Dan heb je ook nog de taaltoets en de rekentoets. De taaltoets die gaat over alle spelling eigenlijk over de Nederlandse taal. Dus met de comma s, met het kofschip en de deze en de deze en de verleden tijd, tegenwoordige tijd, die dingen, punt, comma, streepjes. Dat is allemaal over de taaltoets. Die hoef je nog niet per se voordat je naar de PABO gaat te halen. Alleen je moet hem wel in je eerste jaar voor 1 februari halen. En daar krijg je 3 kansen voor. Ik heb hem toen gelukkig de eerste keer gehaald. En ik heb dyslexie en het is mij ook gelukt. Het is niet heel makkelijk, want er zijn inderdaad kinderen afgevallen nu. Want het is nu bijna 1 februari die die taaltoets niet hebben gehaald. En dus echt van de opleiding af moeten. Dus houd dat echt in je achterhoofd. Dan heb je nog een rekentoets, de WISCAT heet dat. Zoveel punten voor hebben om die te kunnen halen. Die heb ik toen ook al gedaan voordat ik naar de PABO ging. Je hebt gewoon een kans om die al te doen. Zodat je een beetje weet van hoe goed sta ik ervoor. En als je hem haalt, dan is dat mooi meegenomen. Want dan hoef je hem dus eigenlijk in je eerste jaar, in de eerste periode voor 1 februari niet meer te doen. Maar die moet je dus ook voor 1 februari hebben gehaald. En daar heb je ook 3 kansen voor. En dat gaat dus eigenlijk over van alles. Staardelingen, plus, min, keer, hoofdrekenen, lengte, maten, allemaal dat soort dingen. Want het is natuurlijk heel belangrijk dat je taal en rekenen wel kan als docent. Dus dat zijn die 2 andere toetsen die je voor 1 februari moet halen. En daarbij zit ook nog je stage. En je stage moet je ook in je eerste jaar halen, want anders gaat het ook niet lukken om naar het volgende jaar te gaan. Je werkt dus met studiepunten op het HBO. En meestal met 60 studiepunten kan je je propeduis halen, je P. Maar op de PABO hoef je dus niet 60 punten te hebben om gelijk over te gaan naar het tweede jaar. Maar je hoeft er maar 48 te hebben.
Dus het is niet dat je gelijk in je eerste jaar al je toetsen moet halen. Ik heb tot nu toe 1 toets niet gehaald. Dat had ik ook niet goed voorbereid. Dus dat snap ik. Het is niet onmogelijk om het te halen. Want eigenlijk zijn de toetsen op HAVO 3 of 4 niveau, wordt er gezegd. Alleen het is gewoon heel veel. Dus het is niet onmogelijk. Je hebt gewoon tijd nodig om alles te kunnen voorbereiden. Dus dat is eigenlijk wat ik over de toelating wilde vertellen. Stel dat ik dus nu dit jaar een toets niet haal, maar ik heb wel de 48 punten, kan ik die toets dus volgend jaar ook nog gewoon herkansen. Maar het is wel belangrijk dat je die 48 punten haalt. En dat je natuurlijk je taal, je rekentoets en je stage haalt. Kan ik ook nog wel even iets vertellen over stage, want stage is natuurlijk ook heel erg belangrijk. Je hebt namelijk elk half jaar verander je van stage. Het eerste half jaar heb ik nu vorige week afgerond. En ik had stage in groep 3-4. Je mag dit niet zelf kiezen. Je wordt gewoon ingedeeld via het stagebureau. Dus stel je denkt, oh, ik ga lekker op mijn eigen oude basisschool stage lopen. Dat is niet de bedoeling. In ieder geval de eerste jaren niet. Misschien in jaar 3 of 4. Dat weet ik eigenlijk niet zeker. En je wordt dus gewoon ingedeeld. Dus je kan ook niet kiezen van ik wil groep 8 of ik wil groep 3. Eerste periodes is dat gewoon, je wordt gewoon ingedeeld en dat is het. Dus ik had groep 3-4. En je hebt gewoon stageopdrachten waarbij die ook weer aansluiten bij de vakken die je krijgt op school. Met die stageopdrachten moet je dus eigenlijk per periode halen. En zo krijg je dus aan het eind van het half jaar krijg je een stagebeoordeling. En kan je dus je eerste stage halen of niet halen. Als je de eerste stage niet haalt, is het geen ramp. Maar de tweede keer moet je hem wel halen. Ik heb gelukkig de eerste keer stage met een 8 afgerond, dus ik heb het gehaald. Mijn mentor heeft het al bevestigd, dus het cijfer is nog niet helemaal bekend. Maar mijn mentor heeft in ieder geval gezegd dat ik het heb gehaald, dus daar ben ik super tevreden over. En als je eigenlijk altijd komt, heel veel initiatief toont en gewoon vragen stellen en niet bang zijn om fouten te maken. Want het is gewoon je eerste periode, dus het maakt helemaal niks uit als je een foutje maakt. En zij hebben ook niet voor niets een stagiair genomen, dus zij zijn super blij als jij ze helpt. Dus eigenlijk kan je helemaal niks fout doen. Het is gewoon heel erg leuk om lekker veel dingen te proberen bij je stage. En je bouwt echt heel erg een band op al na een half jaar eigenlijk. Want het was nu al een soort van lastig om afscheid te nemen. Mijn volgende stage heb ik ook al gehoord. Krijg ik groep 5. Het verschil is niet super groot. Sommige kinderen hebben groep 3 en daarna groep 8. Maar ja, je krijgt het allemaal wel een keer. En je krijgt volgend jaar ook de kleuters. Dus dat verandert allemaal heel erg. En zo kan je ook een beetje ontdekken wat je later wil geven. Wil je later onderbouw doen, boven de bouw, weet je, jonge kind, oude kind. Dat weet ik nog helemaal niet. Dus daarom loop je natuurlijk stage om dat te ontdekken. En zo kan je ook eigenlijk zien of het beroep heel erg goed bij je past. Want dat is natuurlijk wel heel erg belangrijk. Ik denk dat ik hierbij alle basisdingen heb verteld over mijn opleiding. Ik hoop het echt. Voor mijn gevoel ging ik er echt super snel doorheen. Maar ik dacht, het is ook niet fijn om een hele lange video te maken met superveel informatie. Want dat is het nu eigenlijk al. Daarom ga ik ook nog die Q&A houden over meer een beetje mijn persoonlijke mening. Wat ik wel leuk vind en wat ik niet leuk vind. Wat een beetje tegenvalt, wat ik juist top vind. Maar dit is echt de algemene informatie over mijn opleiding. Dus die vragen die je nog hebt, die kan je dus nu stellen in de comments. Want die komen dus nog in een andere video. En ik hoop dat ik hierbij een beetje heb duidelijk gemaakt wat ik van de PABO vind. En wat je dus allemaal kan verwachten. In ieder geval heel erg bedankt voor het kijken. Ik zou het super leuk vinden als je even een duimpje omhoog doet. En abonneert op mijn kanaal. En als je mijn weekvlogs volgt en weet je op Insta, krijg je gewoon heel veel informatie mee over een opleiding. Dus dat is ook super handig. En dan hoop ik jullie heel snel weer te zien bij een nieuwe video. Doei doeg!